Ik ben hiernaast als je me nodig hebt, oké? Hey Jody, hoor je me? Oké, aan de slag. Kathleen is in de andere kamer en ze heeft dezelfde kaart als jij. Nu laten we haar erin kiezen en dan moet jij zeggen welke kaart ze heeft gekozen. Denk je dat je dat kan? Goed. Oké, daar gaan we dan. Eerste kaart. Langzamere hartslag. Nu 45 per minuut. 30. Volgende kaart. Volgende kaart. Heel goed, Jody. Laten we iets anders proberen. Er liggen bouwblokken op de tafel in de andere kamer. Zou je ze kunnen laten omvallen? Oké, Jody, het experiment is voorbij. De deur is op slot! Geloof me, hij zit op slot! Hij klinkt alleen wat, wacht maar even. Haal me weg hier nu! Kom nou, Kathleen. Ga naar de deur. Je moet stoppen nu, Jody. De test is voorbij. Je moet stoppen. Laat het, Aiden. Dat mag je niet doen.
Oké, Jody, het experiment is voorbij. Het is nooit voorbij. Het lijkt alsof iedereen kijkt naar ons. Dat lijkt niet alleen zo. Ze kijken echt naar ons. Wie zijn deze mensen? Oh, diplomaten, politici, zakenmensen, spionnen. Gewone ambassadegasten. Maar het allerbelangrijkste, doe gewoon. Als iemand tegen je praat, glimlachen. Wil je nou dat ik gewoon doe of wil je dat ik glimlach? Heb je nou ook nog gevoel voor humor? Alleen als ik doodsbang ben. Ryan, ik ben blij dat je kon komen. Fijn u weer te zien, Shaq Ahmed. Ik wil u voorstellen aan mijn assistente, Elizabeth. Ik wist niet dat Amerikaanse diplomaten tegenwoordig zo ontwapend charmant waren. Prettig kennis te maken. Heren, ik laat uw gast hier met rust. Tot later, Ahmed. Tot dan, Ryan. Hij haat me. De hele tijd dacht hij aan mijn hoofd op een staak. Volgens mij vindt hij jou een charmant. Ik voel me gevleid. Goed, ik ga even wat handjes schudden. Loop rond, vind een rustig plekje. Je weet wel wat je moet doen. Ambassadeur, wat fijn om u weer te zien. Waar vind ik een rustige plek? اشتريت مقتنيات كثيرة جدا من نفس المتجر حتى أن يوسف فضل أن يشتريه بكامله فعندما أرهب لتسوق يعلقون المهلة في وجه زرعين ليتبدأ على رهاتي كنت أتسوق في لندن نهاية الأسبوع الماضي. لقد اشترى محمد طائرة جديدة. إنها مريحة جدا. الطائرة السابقة كانت بطيئة.
Aiden. Aiden, ben je klaar? Er is een groot schilderij in een van de kamers boven. Met daarachter een kluis. De documenten die we zoeken liggen erin. Maar er zijn bewakers en camera's, dus je moet oppassen, snap je dat? Vlug, Aiden. Ik voel veel pijn als je te ver weg bent. Er is geen tijd voor flauwekul. Zoek een kantoor met een portret van de sheik. Hier moet het zijn. Hier moet het zijn. Aiden, je weet wat je moet doen. Shit. We moeten bewaken eerst afleiden. Je gebi! Oké. Niemand kan het grote kantoor nog in de gaten houden. We zijn veilig. Er moet ergens een schakelaar zijn. Voor het schilderij. Vind hem, Aiden. Nu eens zien of je de kluis open krijgt. Goed zo. Nu moeten we de documenten lezen. Schiet wel op. Ik hou het niet lang meer vol. Oké, niet bewegen.
من أحد هناك. الرجاء الخروج من هناك على الفور. ولكن ماذا تفعل هنا؟ إنها مراحل السيدات. انصرف من هنا. حسنا أيها المنحرف. سأنصرف. Jody, alles oké? Laat me los! Ik wil weg nu. Goed, ja, we gaan. Nathan, ik weet het niet. Misschien moet ik niet gaan. Jody, je hebt het er al weken over. Je gaat nou toch niet terugkrabbelen? Ik ken echt niemand daar. Ze vinden me vast stom en... En deze jurk is afschuwelijk. Laten we gaan. Hou maar eens diep adem. Er is geen reden voor paniek. Het is maar een verjaardagspartijtje. Ik weet zeker dat iedereen je leuk vindt. Maak plezier en misschien maak je nieuwe vrienden. Ga maar. Oh, vergeet je cadeau niet. Het is een boek met gedichten van Poe. Het is 50 jaar oud en erg zeldzaam, dus vind het vast leuk. Kom op nou. Het komt allemaal goed. Ik haal je om 5 uur op. Veel plezier. Hoi, Jody, kom binnen. Hoi. Hey, Kirsten, kom je nog? Ik moet gaan. Kom binnen, Jody, ik bijt niet. Hey, Jody, toch? Kom mee, er zijn wat meiden van school en de enige leuke jongens die je kon vinden. Oh, ze kunnen over mij. Cool, dank je. Ik ga, schatje. Zorg goed voor je vrienden en doe geen domme dingen, oké? Okay? Tuurlijk, mam, zoals jij wil. Fijn, die is vertrokken. Hey mensen, dit is Jody. Ze zit in unit 4 met mijn moeder. Unit 4?
Het paranormaal departement? Oeh, wat doe je daar? Lepels verbuigen, praten met doden, dat soort dingen? Nee. Woe, party time! Ik haal het bier. Jongens, gordijnen dicht. Meiden, kaarsen aan. En Jody, zorg jij maar voor de muziek. Lekker feesten! Wat voor troep is dat? Ga weg. Zet ik iets op van deze tijd? Weet je, popmuziek. Ze heeft echt totaal niks door. Kirsten, je bent een genie. Jody, ook eentje? Ja, cool. Goed. Hey, stik voorzichtig. Het is vast de eerste biertje. Nee. Ik drink wel een bier. Ja, dat zal wel. Ook wat? Oké. Eerste keer, hè? Ja, dat had ik toen ook wel. Alles oké, okay, Jody? Je doet toch al vreemd. Hey, bleekscheet. Weet je zeker dat het goed gaat? Je ziet er niet zo goed uit, Jody. Poeh, ziet er een beetje eng uit. Ik weet wat je denkt. Je wilt weten wat we hier doen. Dat vraag ik mezelf ook af. Ja, ik weet dat je dat zei. Ik wilde alleen eens zien hoe het zou zijn om met vrienden uit te gaan. Dit had ik me anders voorgesteld.
Hoi. Hoi, ik ben Matt. Jody, toch? Ik heb je nog nooit op school gezien. Krijg je geen les op de basis? Ik zit in een apart programma. Met mijn eigen leraar. Het is... wel balen. Ik zie nooit iemand van mijn leeftijd. Maar ik ben er nu wel aan gewend. Dus jij werkt met Kirsten's moeder? Ja. Ja, we werken in hetzelfde lab. Dus ik dacht dat het wel een goed idee was als ik zou optrekken met mensen van mijn leeftijd. Dus hier ben ik dan. Ik woonde eerst in Londen. Nu woon ik sinds 2 jaar hier. En jij? Waar heb jij gewoond? Op de basis. Mijn hele leven al. Ik ben er geboren. Heb je ook hobby's? Dingen die je leuk vindt? Ik surf als het even kan. En ik speel in een band met wat vrienden. En jij? Wat doe jij zoal? Het klinkt vast erg afgezaagd. Maar ik hou van lezen en ik hou van sporten. Maar ja, ik kan. Ik kan niet van de basis af, dus ik heb weinig keus. Mag ik je iets vragen? Waarom zit je in unit 4? Ik heb een gave. Een link met een entiteit. Een entiteit? Dus je bedoelt een geest of een spook? Ik weet dat het ontzettend raar klinkt, maar het is als een onzichtbaar wezen dat me volgt. Is het hier, nu? Grapje. Oh shit, ik trapte er echt volledig in. Ik dacht dat je compleet gestoord was of zo. Oh, slow dance. Wil je dansen? Goed. Auw! Sorry, volgens mij is dansen niet echt iets voor jou, hè? Weet je, ik weet zeker dat je dit vaker hoort, maar je bent echt knap, weet je? Je ziet er zelf ook goed uit, hoor. Je bent niet als de andere meiden. Je bent bijzonder, weet je? Ik vind jou ook wel bijzonder. Hey, jongens! Misschien kan Jody wel een demonstratie geven van haar super mega krachten. Goed idee. Dat wil ik wel zien. Vergeet het is toch flauwkul. Ja, kom op, Jody. Laat eens zien wat je kunt. Oké, Jody.
Doe je een demonstratie? Ik heb niks om te laten zien. Ik zei het toch, jongens? Het is allemaal onzin. Nou, oké dan. Het is tijd voor die heerlijke taart en vooral natuurlijk om een cadeaus te openen. Ach, die taart wacht wel. Eerst de cadeaus maar. Liefst Jen. Kus, kus, kus. Oh, wat lief, schat. Het zijn vast kniekousen. Een string. Die had ik echt nodig. Hoef je die van je moeder niet meer te jatten. En dan vind je misschien eindelijk ook eens een echt vriendje. Mijn toekomstige geliefde bedankt je. Zijn leven is nu veel spannender. Wat is dat? Een oud boek. Het ruikt muffig. Het is een zeldzame gedichtenbundel van Edgar Allan Poe. Edgar Allan wie? Wat? Heb je dit gejat uit de bibliotheek van je opa? Nee, nee. Echt heel speciaal. Ja, net als je jurk. Nee, echt. Is dit een grap? Wie komt er nou naar mijn verjaardagsfeestje met dit soort oude troep? En ze denkt dat ze zo slim is. Maar ze is gewoon een kleine labrat. Een verknipte kleine labrat. Ja, ze loopt al de hele avond als een hondje achter me aan. Met kwijl en al. Oh, en nog een slet ook. Ik wilde niet eens dat ze kwam. Het moest van mijn moeder. Ja, ze is een slet. Een slet en een heks. We zouden haar moeten straffen of zo. En wat doe je met heksen? Je verbrandt ze. Ah! Pak haar! Oh, meesteres der obscure duisternis, breng ons uw machtige kracht. Alsjeblieft, alsjeblieft, laat me eruit. Ik wilde vanaf het moment dat ik het zag. Ik spreek je, alsjeblieft, laat me eruit. Alsjeblieft. Zijn iemand nou daar? Alsjeblieft, ja, ik wil eruit. De opwinding maakt me hongerig. Ik wil eruit, kom op. Ja, het feest kan beginnen. Laat me eruit. Hou me weg hier, alsjeblieft.
fantastisch. Erg grappig, Steven. Nee, ik was het niet. Ik deed helemaal niks. Shit, dit is gestoord. Ik ga hier weg. Hé, laat me niet alleen. Wacht op mij. De deur, hij gaat niet open. Maar dat kan niet, trek harder. Ik zeg toch dat hij dicht zit? Rustig blijven, er is niets aan de hand. Bang voor je stomme truc, Jody. Hoor je me? Kirsten, is alles goed? Mijn god, wat gebeurde er? Door
Het komt door haar! Ze kan alles plaats in de duivel! De duivel! Kom mee, Jody. We gaan naar huis. Jouw schuld, dus schijn nou uit. Hij vervangt dokter Matthews. Hij is degene die je vanaf nu gaat behandelen. Ik vind hem erg aardig. Ga maar, hij wil je ontmoeten. Kom op, ga maar. Hallo, Jody. Kom binnen. Mijn naam is Nathan. Nathan Dawkins. Leek me wel een goed idee om een beetje samen te kletsen. Om elkaar wat beter te leren kennen. Tenminste, als jij dat ook wilt, natuurlijk. Jody, ik bestudeer vreemde gebeurtenissen die ik dan wil verklaren. Zoals de dingen die gebeuren met jou, met Jody. Je moeder vertelde me over je onzichtbare vriend. Die vriend, is die al heel lang bij jou? Sinds je geboorte. Is hij een spook? Of een geest van iemand die er niet meer is? Kan je hem tekenen voor mij?
Mag ik hem eens bekijken? Dus, dit ding is je vriend en hij zit vast aan jou met een soort van koord? Is hij nu hier? Kun je hem vragen om iets te doen? Nou ja, misschien komt hij later. We moeten elkaar eens wat beter leren kennen, denk je niet? Heeft hij dat gedaan? Nee, het waren de monsters. Kamer. Hier studeren en slaap je de komende 3 jaar. De training staat morgen voor om 5 uur. Wees op tijd. Vooruit! Zo ja, Holmes. Kom op! Ik heb niet de hele dag.
Nog een keer. 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 Nog een keer.
Nog een keer. Nog een keer. Richt, schiet naar de volgende dekking. Oké? Kom op! Ga weg daar!
dekking! Zoek vlug weer dekking! Kom op! Ga weg daar! Dekking! Zoek vlug weer dekking! Dat is waardeloos. Dat doen we nog een keer. Uitstekend, Jody. Oké, recruit. Nu is het tijd voor die olievaten. Verder.
wandelclub? Verdomme zeg! Wat de fuck doe jij nou?
Op je knieën, even rust en dan nog eens.
Niet slecht, Jody. Maar als dit geen training was, was je nu dood geweest. Als dit geen training was, zou je nu al lang in brede pijp uit zijn, Brian. Goed zo, speciaal agent Holmes. Je bent er. Welkom bij de CIA. Dank u, meneer. Ja, Jody. Welkom bij de CIA. Hey, je hebt het dus gehaald. Geweldig, Jody. Gefeliciteerd. Goedenavond. Routinecontrole. Mag ik uw idee zien, alstublieft? Idee? Goeie reis, meneer.
Idee? Ik zei toch dat... Kut. Mag ik even je legitimatie zien? Idee. Ja, ja, tuurlijk. Heb je een ID-kaart bij je of niet? Zodra we in Greenwood zijn. Special Forces willen met haar praten. Ik weet niet wat ze heeft gedaan eigenlijk. Maar het klinkt alsof ze in de problemen zit. Het leger speciaal voor haar? Als ze weer de griep niet oppakken, kunnen ze beter naar ons komen. Inderdaad. Luister, ik ga even kijken hoe laat we aankomen. Blijf bij die deur, oké? Okay? Komt goed. Die vliegt niet weg. Zorg dat ik wegkom hier. Breng hem naar een andere coupé. Venster, Aiden.
Ik weet het. We moeten hier weg voordat ze terugkomen. Unit 18, ik hoor je. Een special forces unit is onderweg naar je positie. Zij nemen de verdachte in hechtenis. Begrepen. Ze komen je halen, schatje. Ik hoop dat je genoot van de rit. Zorg dat ik wegkom hier.
moet je zien! Maar hoe kan dat nou? Doorheen. Ben je klaar, Aiden? Daar gaan we. Aiden, ik heb je nu nodig. De Tango. Een misdaad. Nogmaals, een misdaad. Ze is op weg naar Peking.
uit! Verdomme, help me! Oh!
Leider, doe dit in handen. Aankomst 05. Begrepen, we zien jullie wel komen. Nee, doe iets. Kom op, we moeten weg hier. Weet je zeker dat ze niet wakker wordt? Ik gaf haar een shot met een dosis voor een olifant. Heb jij gezien wat daar gebeurt, hè? Ik wil niet in de buurt zijn als ze wakker wordt. Want de volgende keer maak ik iedereen af. Kom op, Aida. Ik geloof dat ze het wel snappen. Zeg, liefje, blijf je nou de hele dag uit het raam staan? Kun je niks anders bedenken?
Jody? Gaat het wel met je, schat? Ja. Ja, man, prima. States. Mag eens laten maken.
Stop nou, lieverd. Ik ben aan het koken. Hé, hey, wat is er dan? Niks hoor. Ik wil gewoon alleen een knuffel. Kom hier. Beter zo? Oké, ik ga weer snel aan het werk, schat. Jodie, schat, wil je iets voor me doen? Kun je een fles olie halen uit de garage? Tuurlijk, geen probleem. Thank you.
Dank je, lieverd. Hey, schatje. Ga toch lekker buiten spelen. Ik roep je wel als we gaan eten. Jody, waar ga je naartoe? De tuin is de andere kant op, schat. Ik ga al. Fijn, nu ben ik verveeld en bevroren. Maar dat maakt jou niet uit, hè, Aiden? Jij hebt het nooit koud. Waar zit je, domkop? Kom, idiote. Gooi dan. Dat is niet eerlijk. Kom mee, we pakken hem. Nada.
idioten. Gooi dan. Gerard. Auw. Ik weet iets leuks wat we kunnen doen. Dan zet ik je betaald, hoor. Fuck aan. Oké, ik weet ook wel dat het niet mag. Kom op, we spelen 5 minuten en dan terug. Mam merkt het nooit. Hey Jody, wil je meedoen? Kom op, verstop je, anders hebben ze je zo. Kom mee. Naar binnen jij. Wat is er gebeurd? Wat moest je zo nodig op straat? Je weet dat je niet verder mag dan de tuin. Ik zag de anderen spelen en ik wilde gewoon met ze meedoen. Wat heb je gedaan met dat joch? Philip. Ik deed echt niks. Iron deed het. Hij wilde me beschermen, want hij dacht... Ik word echt doodziek van al die smoesjes. Jody, nee, dit maakt nee. Je echt zwaar. Philip, nee. Ga nu maar slapen, schatje. Morgen is alles beter, dat beloof ik. Ja, Tristan.
mami. Ik ben bang voor de monsters, mami. Ze willen me pakken. Oh, je weet dat monsters niet bestaan. Nou, ik laat het licht aan en de deur open. Ga nu maar slapen, lieverd. Kind? Je hebt gezien wat ze kan doen, toch? Susan, dat is geen klein kind. Susan, dat is een monster. Zo praat je niet over haar, hoor je dat? De dingen die gebeuren met haar zijn niet normaal. En het wordt steeds erger. Verdomme nog aan toe, Susan. Wie zegt dat ze ons straks niet aanvalt? Oh, dit is belachelijk. Susan, dat ding is als een ontembaar beest. We hebben geen idee waartoe het in staat is. We hebben een demon hier bij ons in ons eigen huis. Susan, het is klaar. Stop. Het is nu afgelopen. Anders zijn we straks gek of dood. We hebben getekend voor een klein kind, Susan, maar niet dit. Niet dit. Er is geen reden om bang te zijn, Aiden. We gaan nu slapen. Je zult zien dat er niks...
Wat is er? Kleed je aan. Ik leg het je zo wel uit. De DPA heeft een project voor onderzoek naar genezijde. De infrawereld, zoals zij zeggen. Ze maakt een condensator, een machine die een opening maakt naar die wereld. Hebben ze een doorgang gemaakt? Naar Aidens wereld? Ja, maar gisteren ging het mis. Entiteiten kwamen door de openingen en we kregen de condensator niet uit. Iedereen daarbinnen werd afgeslacht. Geen enkel reddingsteam kwam terug. Ze belden en vroegen om jouw hulp. Ik zei dat je maar een kind was en dat het te gevaarlijk was. Maar ze weten dat jij de enige bent die weet wat er speelt aan de andere kant. Ga je gang. Jody, als je het niet wilt doen, zeg het dan. En ik breng je terug. Het is al goed. Ik doe het. Begrijpt het niet. Zij is de enige die dit kan laten stoppen. Hebben we iets van informatie over wat er is gebeurd? Staat het meisje? Sorry, mevrouwtje. Je mag niet door. Meisje. Ze kan gaan. Oh, het spijt me. Kom op maar, ik ben er klaar voor. Nog niet. We moeten het onze orde slaan. Is dat nu de hond? Welke meid? Het is een nachtmerrie. Het is allemaal. Zo dat het wakker wordt. Zijn daar weer hier? Afgebroken. En weet je hoe dat zou dat zijn? Ik vind dat houden dingen voor ons achter. Met deze straat zou niemand meer naar binnen moeten. We kunnen er nooit meer in. De condensator is helemaal beneden. Je moet eerst naar de controlekamer. Dat is alles wat ze wisten. Daar had hij al moeten zijn. Jody. De entiteiten rond het gat zijn niet zoals Aiden. Ze komen uit de diepte van de andere kant. We weten bijna niets over ze. Ik heb geleefd met een entiteit waar ik niets vanaf wist vanaf mijn geboorte. Ik snap het. Komt goed. Ik wil van... Ik weet niet hoe het met jou gaat, Arjen. Maar ik ben bang. Geweldig.
vast blijft hangen. Kijk eens wat je kunt doen, Aiden. Thank you.
iets dat doodde daar. Krijg je hem open van de andere kant? Ik weet het. Ik voel het ook. Ze zijn hier. Blijf in de buurt, oké? Daarboven zijn schachten.
mate van energie. Met als gevolg dat er een tijdelijke opening is.
Een brandblusser. Die hebben ze vast hier, maar waar? Vind hem, Aiden. Alsjeblieft, ga weg, alsjeblieft. Rustig, ik ben Jody. Ik werk met professor Dawkins. De entiteit, ze willen het lab binnen. Griezels uit de diepte. Ik weet waarom, maar ze zijn nog hier. Echt waar, ze zijn nog hier. Kijk of je de lift kunt bereiken. Die werkt weer, dus je kunt nu ontsnappen. Jij blijft hier? Maar die dingen die doden je. Ik ben niet alleen. We sterven altijd alleen.
sorry. Het is te gevaarlijk. Dichtbij blijven, oké? Jody. Een dokter! Waar is de dokter? Oh, wat spijt me. Het spijt me zo. Ik kan je dit nooit moeten laten doen. Ik was zo bang dat ik je kwijt was. Zorg ervoor dat ze dat nooit meer doen. Als ze een deur gaan openen, gaat alles eraan. Wij nemen het wel over. Brancard, zuurstof, hierheen. Iedereen weg uit het gebied. We slopen het gebouw over precies 2 minuten. Nogmaals, ga weg uit het gebied, onmiddellijk.
Nathan? Jody, waar ben je? Ze zijn er weer. Overal om me heen. Goede god, Jody, wat gebeurt er? Ik ben moe. Ik ben zo moe. Ik kan gewoon niet meer. Zeg me waar je bent. Ik kom meteen. Jody?
Kom op, meid. Drinken. Hey. Ik dacht dat je nooit meer wakker zou worden. Waar ben ik? Je bent bij mij thuis. Niet veel luxe, maar... het is rustig. Ik vond je op straat een paar dagen geleden. Je was er slecht aan toe. Heb jij voor me gezorgd? Ja, iemand moest het doen. Kon je daar niet laten liggen? Doodgaan als een hond op straat. Ik heet Stan. Hoe heet jij? Jody. Welkom terug in het tante leven, Jody. Ik hou wel van gezelschap af en toe. Wil je koffie? Hij is sterk. Maak me roert, maar schermt je tegen de kou. Kijk uit, het is heet. Hoe lang loop je al op straat, meid? Een paar weken. Of zoiets. Ik al weer 3 jaar nu. Ik heb zo vaak gedacht dat ik het niet zou redden. Dat ik helemaal door zou draaien. Maar blijkbaar kun je overal aan wennen. Zelfs hopeloosheid. Weer weggelopen. Ouders. Fout vriendje of zo. Je kunt blijven als je wilt. Ik heb niet zoveel, maar... je mag het gebruiken, hoor. Bedankt. Geest? Ze lijkt wel iets te willen zeggen. De uitslag van de test, Stan.
Is er iemand pas overleden van wie je hield? Mijn vrouw? Nancy? Is 4 jaar geleden gestorven aan leukemie. Hoe weet jij dat? Nee, ik... Laat maar. Anders was je nu mooi dood geweest. Ik heb je kunnen helpen, dus dat deed ik. Het was geen moeite. Ik wou dat je me niet gered had. Ik weet het. Maar daar gaan we allemaal doorheen. Soms moet je gewoon volhouden en maar wachten tot het voorbij is. Iedereen hier heeft zijn eigen plek. Soms duurt het alleen even voor je hem vindt. Ken je de anderen? Dat is Walter daar zo. Oké, hij drinkt een beetje veel, maar het is een goede gast. En dat is Jimmy. Blijf bij hem uit de buurt als hij geen doop heeft. En die meid, dat is Tuesday. Ze is zwanger. Arm kind. Bedankt, Stan. Ja. Terug uit de dood. Halleluja, God zij dank. Welkom in ons magische land, jonge dame. Ja.
rust. We zijn al weken op de vlucht en waarvoor? Ik heb geen huis, geen geld, geen eten. Mijn leven is één grote ramp. Ik wil niet meer vluchten. Ik geef het op. Hoor je me? Ik geef het op. We hebben niks meer te eten. Er moet iets gebeuren. Wil jij? Wil je dat je het aanpakt? Ja. Kom je?